De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, heeft in verband met het verkiezingsjaar dat op komst is een informatiesessie gehouden over de nieuwe kiesregeling. De inleiders Lothar Boksteen en Jennifer van Dijk-Siros leggen in hun respectievelijke inleiding uit wat de nieuwe kiesregeling inhoudt, waarop de burger moet letten en wat het verschil is met de oude kiesregeling. Joyce Williams, voorzitter van de SPA, geeft aan dat de partij deze infosessie heeft georganiseerd, zodat iedereen in de samenleving meer te weten komt over deze nieuwe kiesregeling. Boksteen legt uit wat de belangrijke wijzigingen zijn in het nieuwe kiesstelsel. Van 87 tot 2020 hebben de verkiezingen plaatsgevonden volgens het districtenstelsel. Nu, vanaf de verkiezingen van 2025, zal er landelijke evenredigheid gelden. Dat wil zeggen, Suriname vormt heel Suriname vorm één kiesdistrict. Daarvoor hadden we 10 verschillende kiesdistricten. Dus we praten in feite niet meer over kiesdistricten. We praten over districten en een landelijk kiesdistrict, heel grondgebied Suriname. Dit zijn de veranderingen. Ja, tot 2023 toen de wet is veranderd. 51 DNA-zetels verdeeld over 10 kiesdistricten. En de kiesdelen verschillen per kiesdistrict. Vanaf 2023 met de wetswijziging heb je 51 DNA-zetels voor het hele kiesdistrict Suriname, het grondgebied Suriname. Er is slechts één kiesdeler. Dat is gelijk aan het aantal geldige stemmen gedeeld door 51. Van Exilos is van mening dat zolang de kiezer niet bewust is dat zij niet meer traditioneel, etnisch of traditioneel stemmen voor beloftes en cadeautjes, het wel mogelijk is een bepaald percentage te halen. Er is behoorlijk veel werk aan de winkel voor de politieke partijen, onderstreept Van Dijk-Siros. Je moet de kiezers, je moet de horizon van de kiezers verbreden. Men zegt altijd, je praat altijd zo bot. Maar we hebben een achterlijk volk. Het is nu eenmaal zo. Als je gewoon kijkt wat er internationaal wordt gezegd door de president, door de vicepresident. Dat is dus Suriname. Dat is Suriname van vandaag. En als men zich niet schaamt om bepaalde dingen te zeggen en te doen, en het volk stil blijft, dan zijn we achterlijk, ja, want we slikken het, we pikken het. Je hoeft niet rebellistisch en activistisch te zijn, maar er gebeuren zoveel dingen. Dit volk wil verandering, dat kan ik u zeggen. Dit volk wil duidelijk zeggen nee. Dit volk wil niet meer twijfelen en praten en zich afvragen wat is het alternatief dan. Het alternatief zal aangegeven moeten worden. Zowel Boksteen als Van Dijk-Siros gaven meer in-depth informatie over de nieuwe kiesregeling. Wij komen morgen wederom terug op deze informatiesessie.